Dus dat punt is niet expliciet in jullie boek gekomen, maar waar dat jullie wel redelijk uitgebreid over gesproken hebben, dat ik wel interessant vond, dat ging over het uitsterven van soorten en wat dat we daar moeten aan doen. Dus, en hetgene waar jullie mee kwamen, dat was eigenlijk een model waar je intensieve landbouw combineert met meer ecologische landbouw en dan grote natuurzones. Misschien kunnen we een beetje meer uitleggen hoe dat het in elkaar zit. Hè? Het heet het drie compartimenten model. En dus heb je één zone met intensieve landbouw, maar dan wel hoogtechnologisch en heel duurzaam. Dus met... Maar niet business as usual, hè. Dat moet er wel bij zijn. Ja, dus die precisielandbouw enzovoort, hè, die minder gewasbeschermingsmiddelen enzovoort gebruikt. Inderdaad, dus dat je heel precieze landbouwmachines en robots gaat gebruiken om je gewassen te voeden, hè, dus met mest toe te dienen en gewasbescherming en zo. Dan de tweede zone is dan een zone waarin dat er dan biolandbouw en dergelijke kan gebeuren. Dus eigenlijk landbouw die heel weinig bemesting gebruikt en pesticiden en zo. En waar dat dan eigenlijk de akker- en weidevogels die vandaag in Vlaanderen sterk bedreigd zijn, hun habitat kunnen vinden. Dat is, die leefden vroeger in de oertijd leefden die in open plekken in bossen. Hè. En onze akkers... die lijken daar een beetje op, de biolandbouwakkers dan vooral. En dan de laatste zone, de derde zone, is het natuurgebied. Dus dan proberen we eigenlijk het beste van alle werelden te combineren. En die zone daartussen, dus die laagproductieve zone daartussen, is eigenlijk ook vrij klein. Hè? En die dient dan ook bijvoorbeeld als een buffer als je die, in die intensieve zone bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen hebt, dat die niet... richting het natuurgebied gaan. Bestaat daar onderzoek naar, Geert? Ik ben zelf geen agronoom. Het enige waar ik mij een vraag bij stel, niet tegen het drie-compartimentsysteem op zich, maar wel de opdeling. In die zin, ja, het is geweten dat delen van de biolandbouw uiteindelijk beschermd wordt door de conventionele landbouw. De conventionele landbouw gebruikt zoveel gewasbeschermingsmiddelen dat het eigenlijk de ziektedruk... eigenlijk verlaagd. En dat laat toe natuurlijk om daar biolandbouw toe te laten, die uiteindelijk relatief weinig gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Dus als je die biolandbouw dan legt naast het natuurgebied, ik zou het technisch gezien dan eerder kiezen om die conventionele aan het natuurgebied leggen, omdat die zich natuurlijk beter kan beschermen tegen predatoren. Dus ik vraag of dat technisch mogelijk is om dat op die manier in te... Dus ik denk dat er nog eens moet nagedacht worden over de juiste ruimtelijke invulling, of dat eigenlijk wel realistisch is. Hetgene dat je nu juist... Maar ik moet zeer voorzichtig zijn, want ik ben een biotechnoloog en dat is alles iets anders dan een agronoom. Ja, dus, maar hetgene dat je juist zei van die bescherming, dat komt een beetje hetzelfde neer als groepsimmuniteit bij vaccinaties. Dat is een beetje dat... Ja, dat is correct, ja. Ja. Maar de bedoeling is eigenlijk dat die tweede zone echt een soort vogelreservaat wordt en eigenlijk niet echt gericht is op de voedselproductie. Dus dat wordt een zeer, wat ze noemen, extensieve landbouwvorm. Dus, dat is eigenlijk niet bedoeld om het gros van onze voeding te produceren. Goed, maar men zou wel dan nog wel iets willen oogsten natuurlijk, maar die mensen zijn daar afhankelijk van. Maar dus de boeren worden dan vergoed voor een ecosysteemdienst, zoals ze zeggen, omdat ze eigenlijk een biotoop bieden voor die zeldzame vogels, zoals de kieviet en de leeuwerik enzovoort, en de korhoen. Maar wat wij ook wel heel erg benadrukken is eigenlijk het sparen van land. Dus dat als je heel veel voedselproductie hebt op zo weinig mogelijk land, dan kun je dus het land dat overschiet, dat je dus spaart, kun je dan wel gebruiken voor natuurgebied. En zo krijg je netto meer biodiversiteit. Dat is weer meer uit minder, hè? Ja, voilà, inderdaad. Oké. We hebben nog een kwartiertje en we hadden gezegd dat we het laatste kwartiertje gingen houden voor vragen uit de zaal. Is er iemand die een vraag wil stellen? Ik ga met de micro rondgaan. Wel, ik weet niet of de vraag is er. Ten eerste zou ik de twee auteurs, en één van de twee, maar alle twee mag het ook zijn, zullen waarschijnlijk fier zijn dat ik dat durf zeggen, eigenlijk een zeer goed werk hebben bijeengebracht als je dat leest. Ik heb dat gelezen, zoals ik hen zeg, van achter naar voor.
Dat wil zeggen van het laatste hoofdstuk naar het eerste hoofdstuk. En ik vond dat wel zeer boeiend. En een van de stukken waarmee ze nu eindigen, namelijk die drie indeling, zonder daar in de proporties over, vind ik bijzonder boeiend. Omdat het ook veel vragen stelt. Ik denk bijvoorbeeld dat landbouwers en ook de biolandbouwers mogelijk, wanneer ze dat boek lezen, in eerste instantie, en ik zou alleen dan de reactie willen horen, is dat zo? In eerste instantie zou ik kunnen zeggen, ha, daar zijn ze weer, ze zijn tegen ons en we willen dat niet. Wat denk je dat de landbouw en de biolandbouw en dan de natuurgebieden die moeten groeien, die zullen wel toegejuicht worden. Wat zouden die durven denken in de eerstvolgende weken over het boek? Jan, kan jij daarop antwoorden? Wel, ik denk, om eerlijk te zijn, ik denk dat je, als je een boek schrijft, hè, dan weet je dat ook, hè, dat er mensen het niet eens zullen zijn met u. Hè, dus je zult altijd wel iemand hebben, hè, die boos is om een of andere reden. Ja, we hebben bijvoorbeeld ook een Hans hoofdstuk over vlees geschreven. Ik denk dat dat bij sommigen ook kwaad bloed kan zetten, hè, omdat vlees eten is een groot deel van mensenidentiteit en ze willen daar niet aangeraakt worden. Ja, ik denk, alhoewel, ik vind dat ons boek langs de andere kant niet per se scherp uit de hoek komt. Hè. Wij leggen gewoon feiten op tafel, we zijn gewoon eerlijk. En dit is onze analyse. En we hebben de biolandbouw bijvoorbeeld ook niet compleet afgebroken. Hè, want naar mijn aanvoelen hebben we bijvoorbeeld de combinatie gezocht naar bijvoorbeeld biolandbouw. Scoort bijvoorbeeld slecht op landgebruik. Onze zorg is dat als we over zouden schakelen naar volledige biolandbouw, ik heb er geen probleem mee met iets meer in de marge, maar als we zouden overschakelen naar volledige biolandbouw, dat er delen van bossen zouden moeten gekapt worden door eigenlijk de lagere productiviteit. Ja. Maar langs de andere kant hebben ze ook wel, maak ze een goede aanklacht, bijvoorbeeld door te zeggen van kijk, ja, we moeten wel eens gaan nadenken over meer biodiversiteit op het veld, betere bodem. Kunnen we het misschien eens doen met minder gewasbeschermingsmiddelen? Kunnen we het misschien doen met minder bemesting enzovoort? Dus dat zijn wel belangrijke lessen om daaruit te trekken. En dan is de vraag van, hoe kunnen wij, en dan kijk ik ook naar Geert, hoe kunnen wij eigenlijk naar die kruisbestuiving komen tussen eigenlijk een landbouw die hoog productief is, maar eigenlijk zo weinig mogelijk druk laat op het milieu. Ja, ik denk dat het ook belangrijk is om naar de bioboeren zelf te luisteren en te laten zien wat hun zorgen zijn. En ik denk wat Jan zegt klopt inderdaad. Er zijn goede praktijken binnen de biolandbouw op vlak van bodemverzorging en zo. Dus het is ontzettend belangrijk. Hè. De bodem zit vol met micro-organismen die de bodem vruchtbaar houden. Dus als we die bodem kwijt zijn, dan zijn we gedoemd. Hè. Dan hebben we geen eten meer. Dus ik vind die aandacht voor de bodem bij biolandbouw zeer belangrijk. Dus we hebben in ons boek toch proberen een soort van derde weg te vinden tussen die intensieve landbouw en tussen de meer biolandbouw of agro-ecologische landbouw, zoals we dat noemen. Heb jij daar nog iets op te zeggen, Geert? Of? Ik kan alleen maar zeggen dat ik datzelfde gevoel heb bij veel van mijn studenten, die uiteindelijk graag zouden willen zien dat er een kruisbestuiving komt, gelijk dat Jan zegt, dat er gewoon moderne veredelingstechnologie gecombineerd wordt met de teeltwijzen die in de biolandbouw gebruikt wordt. Het jammer van de zaak is dat de biosector zelf die moderne teeltwijzen verbiedt. En dat is denk ik iets waar dat we toch moeten op politiek vlak eens goed over nadenken. Ten meer omdat ik weet dat er een fractie is van de biosector die heel graag die nieuwe technologie zou willen gebruiken. Misschien zijn we wel in staat om de yield gap, het probleem dat de biosector nu heeft, het minder produceren, misschien kunnen we dat wel voor een heel stuk oplossen door die moderne gentechnologie daar te introduceren. Oké. Koen, heb je nog? Ja. Nog iemand een vraag? Ja. Hey, Jan Thomas, een vraag voor jullie ook. Het
Geen reis, heel kort over kernenergie. En ik hoor het pleidooi om eigenlijk misschien naar jullie mening 4 centrales open te houden. Maar ik vraag me af, stel nu dat de regering zou beslist hebben om er 4 open te houden, zit er nog steeds met een deficit naar energieproductie. Vinden jullie het dan oké dat ze toch gaan voor gascentrales om dat op te vangen? Of zeggen jullie op korte termijn, zijn er andere mogelijkheden dan die gascentrales? Of is dat eigenlijk iets dat je automatisch naartoe moet? Ja. Wel, het grote voordeel aan gascentrales is dat ze heel flexibel zijn. Hè. Je kan ze eigenlijk makkelijk aan- en uitschakelen. En hè, als je een beetje meer energie nodig hebt, dan doe je gewoon wat meer gas erbij. Hè. Dus dat is het grote voordeel. En als ze dan de wind of de zon het laat afweten, dan zet je je gascentrale, hè, dus dan laat je die volle bak draaien, zou ik maar zeggen. Dus dat voordeel van flexibiliteit, dat zullen we nog wel een tijd nodig hebben, denk ik. Hè. Dus ik zeg niet a priori geen gas, hè. Dat ook niet. Ja, maar denk wel zo weinig mogelijk gas. Hè. Zeker met de nieuwe geopolitieke context kunnen we dat niet maken, dat we eigenlijk de oorlogskas van Poetin verder gaan spijzen. Dat zou echt onethisch zijn ook. Hè. Dus, eigenlijk kun je zeggen dat dat een soort onvoorzienend beleid is geweest ook. Hè. Ja, er is geen duidelijke visie geweest ook. Voor mij ook. Ik denk eigenlijk dat de wet van de kernuitstap, dat die nooit had mogen gekomen zijn uiteindelijk. We zijn eigenlijk veel slimmer. Er zouden natuurlijk waarschijnlijk wel, volgens mij, dat denk ik wel, dat er op termijn economisch gezien wel enkele kerncentrales zouden sluiten. Hè. Bijvoorbeeld als je dan ziet, dit hier is niet meer economisch rendabel om dat te doen. Maar technisch gezien zouden we er meer hebben kunnen opengehouden. Maar dan heb je natuurlijk wel gas nodig of interconnectiviteit, dus import vanuit andere landen. Dat denk ik dat ook wel steeds meer aangroeit. Maar dan zie je de problemen nu in Duitsland. Duitsland, wat doen zij zitten zelf zonder dat Russisch gas. En ze gaan steenkoolcentrales openhouden eigenlijk. Dan langs de andere kant heb je ook dan Frankrijk, waar dat er heel veel kerncentrales nu in onderhoud zijn. En dus dan zit je eigenlijk het probleem is, als je allemaal van elkaar afhankelijk bent, Frankrijk rekende op ons en wij rekenen op Frankrijk en Frankrijk, Duitsland rekent op Frankrijk enzovoort. Dat is een probleem. Ja, en we zullen sowieso veel meer elektriciteit nodig hebben. Hè. We gaan eigenlijk minder energie gebruiken. Dat is eigenlijk een beetje raar, maar we gaan meer elektriciteit gebruiken omdat we de fossiele brandstoffen gaan vervangen door elektrische processen. En een goed voorbeeld is de elektrische wagen en de warmtepompen en zo. Dus wij gaan sowieso heel veel elektriciteit nodig hebben. Dus het is altijd een goed idee om zoveel mogelijk energiecentrales open te houden en erbij te bouwen. Hè. Dus, en dan vooral hernieuwbare energie bij te bouwen en de kerncentrales zoveel mogelijk open te houden. Hè. Dan heb je de minste CO2. Hè. Dus ook Frankrijk bijvoorbeeld heeft heel veel kerncentrales. Dus 56 kernreactoren in totaal. En heeft nog altijd de meest schone stroom van Europa. Hè. Dus, samen met Zweden, die ook heel erg op kernenergie hebben ingezet. Dus, en Duitsland stoot eigenlijk, haar elektriciteitssector stoot 6 keer meer uit dan Frankrijk. Dus een kerncentrale is een beetje de kip met de gouden eieren, hè, die je zo lang mogelijk in leven moet houden. Koen, ga je ook nog? Ja, nog heel kort. Technologie is inderdaad belangrijk, maar we moeten ook opletten dat we bijvoorbeeld op sommige plaatsen zien dat er veel meer voor LED-verlichting is gekozen, wat alleen maar aan te moedigen is. Maar doordat er voor LED-verlichting is gekozen, wordt het veel langer gebruikt en op veel meer plaatsen. En soms daardoor, als je alles samenrekent, zoals een bepaalde site, wordt er meer verbruikt dan dat er daarvoor werd gebruikt. Dus dat is iets waar we heel hard mee moeten oppassen. En twee, nog kort, ik merk als het over klimaatopwarming gaat, dat als het over kernenergie gaat, dat lijkt dat met of zonder met kernenergie het volledige klimaatprobleem wordt opgelost. Ik probeer dan de discussie ook wat open te trekken, want sommige mensen zijn er zodanig op gefocust op die kernenergie, hebben daar zo'n idee fix over en ze denken, laat die kerncentrales langer open en alles lost zichzelf wel op. Dat is iets waar we heel voorzichtig mee moeten zijn om ook te zeggen van,
de andere sectoren moeten dat, ook benoemd worden. Dat is uiteraard niet zo. Hè. Ja, dat kernenergie zal niet alles oplossen. Kernenergie is niet de heilige graal. En ik denk bijvoorbeeld Gentech in de landbouw is ook niet de heilige graal op diezelfde manier. Nee. Dus ja, dat is een belangrijke deeloplossing. En die wordt vandaag volgens mij een deel ontkend. Het is dat eerder. Hè. Bijvoorbeeld, de kerncentrales verlengen alleen zal u niet onafhankelijker maken van Russisch gas. Hè. Je zult er wel sneller van af geraken. Dat is een beetje het ding. Net zoals dat je, als je meer huizen gaat isoleren, zult je ook sneller van af geraken. Als je meer warmtepompen installeert. We moeten eigenlijk inzetten op alles, want we hebben geen luxe. We hebben niet de luxe om oplossingen uit te sluiten. We moeten alles enorm uitbouwen. Dat is een energietransitie, dat is een normale werk van 100, 150 jaar. En nu moeten we dat in 30 jaar doen. Dat is een gigantische opdracht. Ten meer omdat we naast, je kunt dan nog eigenlijk dat probleem van rechtstreekse energieproductie oplossen, maar dan heb je nog niet het probleem opgelost dat je ook sterk afhankelijk bent van fossiele brandstoffen om plastics en allerlei andere zaken te maken. Dus daar gaat je ook een oplossing moeten voor vinden. Wat gaan we dan als alternatieve koolstofbron gebruiken om die producten eigenlijk te maken? Daarnaast ook nog eens de productie voor landbouw, die is afhankelijk van stikstof. Het stikstofprobleem is wellicht, met uitzondering misschien van zware indoor farming, is heel moeilijk op te lossen. Waar gaat die stikstof moeten blijven smijten op dat veld? Mm-hmm. Dus je CO2-dingen kunt je oplossen door geen CO2 vrij te stellen. Maar hoe gaat je het stikstofprobleem? De lachgas die geproduceerd wordt door stikstof is 300 keer krachtiger dan CO2 als broeikasgas. Dus daar zijn nog een paar, zoals ik dat gezegd heb, heel terecht. Een paar zeer andere, zeer zware uitdagingen naast het vervangen van... Maar het is ook goed om aan de mensen te tonen dat wat we eigenlijk nu doen met die aardolie thermodynamisch gezien dom is. Dat we dat verbranden en kwijt zijn. Want als je daar plastics van maakt, dan heb je daar iets mee. Kijk naar alles wat hier staat in dit gebouw. En dat, als we dat dan nog in een circulaire economie kunnen brengen en hopelijk niet te veel nieuwe bronnen daarvoor aanboren, dan is dat een soort van sluitend systeem. Ja. Maar nu branden we het op en... Maar misschien is er wel een opportuniteit om voor een stuk, en dan heb ik een stuk, naar ook planten aan te spreken. Omdat de vorming van hout bijvoorbeeld is misschien de enige manier hoe dat je een koolstofnegatief, daar hebben we het nog niet over gehad. Mm-hmm. Maar als je dan echt wilt voor een stuk over de toekomst praten, kunt je hopen dat we erin slagen om op die manier houtvorming te begrijpen. Dat we hout kunnen gebruiken als vervanging van een deel van de fossiele brandstoffen. Ja. Het voordeel is dan, dat hout deel je dan bijvoorbeeld op een deel van een oppervlak, die bijvoorbeeld vrijkomt doordat je stopt met een deel vleesproductie. Stel dat we de vleesproductie met 50% kunnen doen dalen. Dat zou een ontzaglijk continent zijn dat vrijkomt. Dat beplant je dan en een deel van die herbebossing zou je kunnen gebruiken om opnieuw hout in een soort van circulaire economie. En het voordeel daar is, het restproduct kun je als het ware onder de grond steken. Of hout dat je vorm stelt, dat je van een zeer eenvoudige, om nu simplistisch te zeggen, kun je een populier omvormen in hardhout. He? Dat je eigenlijk het hout van de populier hoogwaardiger maakt, waardoor dat je het eigenlijk als bouwmateriaal kunt gaan gebruiken. Ja. En dan onttrekt je CO2 uit de lucht en legt je eigenlijk CO2 vast. Dus die circulaire bio-economie, daar is nog ongelooflijk veel potentieel uit te halen. Maar dat is op dit moment science fiction, daar wil ik heel duidelijk in stellen. Maar soms, denk ik, moeten we die sectoren daar voor een stuk in geloven en daar een stuk verder in gaan investeren. Ja, zonne-energie was vroeger ook science fiction. Hè. Vroeger lag dat gewoon op satellieten en was dat zeer, zeer astronomisch duur, hè, letterlijk. Hè. Dus, en nu is dat eigenlijk, die prijs is zodanig gezakt. Dus we moeten inderdaad op vele paarden wedden en ook op die bio-based economy. Maar daar ga je toch een systeem voor nodig hebben dat de klimaatonvriendelijke zaken ontmoedigd worden en de klimaatvriendelijke zaken aangemoedigd worden. En ook met incentives, met ondersteuning, want anders gaat het niet zomaar van de grond gaan. Bijvoorbeeld een koolstoftax is eigenlijk heel effectief. Hè. Ja. En dan liefst op alle dingen die CO2 of methaan of een ander broeikasgas uitstoten, zodat iedereen die prikkel krijgt om naar die klimaatvriendelijke technologie te gaan. Hè. Ik verwijs altijd ik naar... Wat, sorry. Wel, ik zou misschien... Want het is een zeer interessante discussie. Maar
Er zijn een aantal mensen die nog een hand opsteken. Ik zou nog twee vragen willen uithalen, dat we misschien kort gaan antwoorden. En dan ongeveer afronden. Daar was er iemand. Het is de langste dag, hè. De langste dag, dus we hebben tijd. Ja. Thomas, ik heb u de vraag al gesteld, maar ik ga ze nog eens stellen. Wanneer gaat jij deze boodschap van een papieren boek aan de tieners brengen, de klimaatspeblaars, via TikTok? Ja, TikTok. Het is niet de vraag of, het is wanneer. Ja. Volgende week, de week erachter. Mijn dansmoves staan nog niet op punt, maar ik heb begrepen dat jij mijn danscoach wilt zijn, dus we zullen daar iets moois van maken. Oh, we doen dat samen straks. Straks na een paar van zijn rum-cola's zullen we dat wel doen. Ja, dan zal ik op tafel staan dansen, dat is goed. Oké, dat was een korte vraag. Ik ga er nog twee overlaten en dan is het... Jan en Thomas, proficiat. Bedankt. Dank u. Dus, jullie hadden er straks even over die diepe decarbonisatie. Jullie hebben de voorbije maanden en zelfs jaren, denk ik, de analyse gedaan. En dus was mijn vraag... Ja, hoe half vol of half leeg is jullie glas momenteel? Hoe groot schatten jullie de kans op slagen? En dan ook, wat is volgens jullie de grootste belemmering? Is die technologisch van aard of eerder politiek of economisch? Ik denk als we daar... Dus dan kijk ik ook bijvoorbeeld naar Koen. Ik denk dat hij mij wel gelijk gaat geven. Ik denk dat 1,5 graden... niet haalbaar is of moeilijk haalbaar. He, dat we daar heel veel moeite voor zullen moeten doen, heel zwaar door het stof bijten. Dat is zo'n danig diepe, steile curve van CO2-reductie, ik zou het eigenlijk graag willen hebben, maar ik vrees ervoor. Eigenlijk zie je een beetje waar dat we nu zitten, is bijvoorbeeld... daar zitten we ongeveer bij 2,7 graden. Als we bij het huidige beleid blijven business as usual doen, dus dat is niet meer 4 graden enzovoort. Dat was als we meer steenkool verbranden, alhoewel, ja, we verbranden weer meer steenkool. Normaal gezien business as usual betekent 2,7 graden. Dan hebben we ook de beloftes van Glasgow daar ook. En daarmee, sommige schattingen zeggen 2,4, andere schattingen zijn al optimistischer om te zeggen we komen bij 2,1 graden uit. En dat is al eigenlijk wel al wat hoopvoller, maar ja, natuurlijk, dat zijn wel beloftes. En beloftes moeten waargemaakt worden. Wij moeten eigenlijk vooruitzien. Ik zou eigenlijk zeggen, de woorden van Bill Gates zijn, denk op lange termijn, niet op korte termijn. Dus op lange termijn denken betekent... dat je niet vandaag gascentrales bouwt, die draaien in 2050 ook nog. Ja, Nele sprak over diepe decarbonisatie. Dus om dat simpel uit te leggen, dat is eigenlijk alles wat zeer moeilijk koolstofvrij te maken is. Dus dat wil zeggen, de elektriciteit en... transport is relatief makkelijk koolstofvrij te maken door hernieuwbare energiebronnen en zo en elektriciteit te gebruiken. Maar industrie en landbouw is veel moeilijker. Hoe optimistisch zijn we daarover? Ik denk dat het echt een zeer zware dobber wordt. Omdat er zullen ook landen in het zuiden zoals China en Brazilië enzovoort zullen ook industrialiseren. En momenteel is een groene, koolstofvrije manier van staal maken bijvoorbeeld veel duurder dan de klassieke manier om staal met steenkool te maken. Hè. Dus dat wordt echt onze zwaarste opdracht. En ik denk dat veel mensen dat nog niet echt goed doorhebben, dat heel moeilijk is. Maar ja, we hebben geen keuze. We moeten naar die netto nul uitstoot. En er zijn wel al oplossingen. Dus we kunnen... staal ook maken met waterstof bijvoorbeeld. En voor cement te maken zijn er ook technieken om dan minder CO2 te doen uitstoten. Dus ja, dus daar moeten we dus echt nog wel heel veel technologisch innoveren om dat te kunnen klaarspelen. Over die diepe decarbonisatie ga ik nog één ding zeggen. Mijn pa die zegt altijd, de laatste percenten die nemen een helft van de tijd of een groot deel van de tijd in. Wel, dat was zo voor ons boek en dat is ook zo voor diepe decarbonisatie.
Dus, Koen, jij wilde nog iets Kort, om op uw vraag te antwoorden. Ik krijg vaak ook die vraag van jonge mensen. En ik denk dat we ze ook geen rad voor ogen moeten draaien. Dat, zoals Jan zegt, die 1,5 graden Celsius moeten duiden aan leerlingen dat niet als ze aan 1,6 graden zitten, dat de wereld stopt met draaien of dat het hier allemaal om zeep gaat. Het is belangrijk mee te geven dat elke 0,1 graden meer een grotere impact heeft. Dus dat het heel belangrijk is om die opwarming zoveel mogelijk mee halt toe te roepen. Want het gevaar is dat je in een soort deadlineisme terechtkomt van tegen 2030 moeten we dat bereikt hebben. Ja, wat als we dat niet gaan bereikt hebben? Mensen gaan er nog wat misschien wanhopiger van worden. Dus in uw titel, ik zei het daar juist over, dat je wel wat moet definiëren wat bedoel je met de wereld redden. Hè? En ik heb nu een beetje het gevoel dat we in vergelijking met 10 jaar geleden zo al blij zijn dat we de klimaatopwarming erkennen, dat het door de mens is en dat er bij veel mensen datzelfde idee heerst. Maar dat we ons nu een beetje verstoppen in het gemak van grafieken van dan gaan we zoveel bomen aanplanten en dergelijke meer. Maar als je die cijfers leest, wat er verwacht wordt van extra gebieden beplanten, dat gaat over 5 keer India en noem maar op, dat staan allemaal gemakkelijke rapporten. Maar als je dan nadenkt, hoe gaat dat werkelijk ingang vinden, wordt dat echt een enorme uitdaging. Ja. En dus ik denk dat het niet zozeer enkel technologisch is, maar ik zie de grootste uitdaging van hoe krijg je daarbij, maak je daar een gemeenschappelijk project van. En daarom vind ik het ook zo jammer dat er vaak naar één politieke partij wordt geduwd, want dan het falen kan ook aan hen dan toegeschreven worden. Het moet net van alle politieke partijen worden, zodat je nog kan kiezen tussen welke partijen, maar dat je zegt, alle politieke partijen hebben een plan om het mee aan te pakken. Geert, jij wilt er nog iets aan toevoegen? Ja, maar uiteindelijk, Koen zegt waar ik uiteindelijk aan en Nele wou daar misschien ook op alluderen. Als je daarover nadenkt, kom je misschien tot de conclusie. Je hebt de kant die zegt van kijk, laat het ons oplossen door gewoon de levensstandaard te verlagen. Minder. En de andere kant van nee, we gaan ons focussen op een technofix. De technologie gaan we het proberen op te lossen. Hetzelfde is eigenlijk gebeurd in de 20e eeuw rond het probleem van populatiegroei op te lossen. Dan had je ook de ene kant die zei minder kinderen, de andere nee, we moeten technologie doen. En uiteindelijk het grote probleem was dat de twee kampen niet luisterden of met andere woorden te weinig communiceerden met een andere groep. En dat zijn de politici, de economen en de gedragswetenschappers, de sociologen en zo. Dus daar zit misschien werkelijk de echte uitdaging. Ik denk dat we in staat zijn om met technologie een oplossing te vinden. Eerlijk. Het grote uitdaging dat ik vind is, omdat je nieuwe technologie moet ontwikkelen, heb je altijd als gevolg dat je winners en losers hebt van die technologie. Uiteindelijk, de fossiele sector gaat uiteindelijk volgens ons moeten inboeten. Dat gaan de losers worden. Het is ongelooflijk moeilijk om die sector te doen keren, omdat zij nu de macht hebben. Dus de uitdaging gaat zijn om die consument en de politicus, maar in een democratie is dat hetzelfde, om die te bereiken en om die eigenlijk de zaak in gang te doen duwen. Dus nee, ik denk dat je daar een cruciale vraag stelt en misschien alludeerde je daarop dat er eigenlijk een derde weg is dat waarschijnlijk tot de echte oplossing kan leiden. En dat is de grote uitdaging. Oké, laatste vraag. Een klein vraagje. Als ik het goed begrepen heb, zijn er voornamelijk twee factoren voor de klimaatverandering. De fossiele brandstoffen en de landbouw. Kan er iemand daar een cijfer op plakken, de verhouding van die twee? En zijn er nog andere significante factoren die daarin meespelen? Ja, de bronnen van broeikasgassen zijn divers. Hè. Dus de grootste hap is 3/4 van de mondiale uitstoot is voor energieopwekking, maar dan in de brede zin. Dus niet enkel elektriciteit, maar ook verwarming en transport en zo. Dus ook de benzine en de diesel die we tanken is ook energie. En dan heb je nog de 25%, 1/4. Daaronder zit onder andere landbouw, ontbossing ook, meestal ook voor de landbouw. En denk ook cementproductie en zo. En wat ook broeikasten uitstoot is de stortplaatsen, waar het afval ligt te rotten en er komt methaan uit. Dus er zijn een heleboel bronnen van broeikasgassen, maar om het heel simpel te zeggen, energie is 3/4 en landbouw en de rest is 1/4.
Oké. Okay. Ik denk trouwens, in jullie boek staat het nog iets meer gedetailleerd. Er staat een taart. Dus kan iedereen het boek lezen. Ja. Trouwens, een zeer interessant boek. Ik heb een record gebroken voor mezelf. Ik heb het uitgelezen in 1,5 weken. Dus als ik dat zo rap kan lezen, dan kunnen andere mensen nog lezen. Er is mij nog iets opgevallen aan het boek dat ik eerst niet opgelet had. Dat is zo een brandende aarde. En ik heb een tijd geleden nog een ander boek gelezen waar dat er ook zo'n brandende aarde op stond. Van een zekere Maarten Boudry. Is dat nu plagiaat? Of? Bij Maarten Boudry stond er een kaarsje op, denk ik. Ah ja, ja, dat is een bom. Juist, dat is een kaarsje. Een bom. Goed, iedereen bedankt voor vanavond. En de mensen van Replanet, die gaan hier nog eventjes, die hebben jullie nog eventjes nodig. Wel ja, wij willen eigenlijk graag jullie bedanken om hier te komen spreken en om te komen modereren. Dus wij hebben eigenlijk... Het was met veel plezier, Jan. Wij hebben iets geregeld van een van de beste chocolatiers van Brugge. Ze zijn nog niet gesmolten. Dus. Dank je wel. Dus heel erg bedankt. Mijn vrouw gaat dat appreciëren, want ik heb vorige week zo'n doos gekregen van mijn oudste zoon. En ze heeft al dat bijna allemaal opgegeten. Dat kennen we, ja, dat is typisch. Eet ze wel rap op, want de aarde zal ze doen smelten. Klimaat.